We hebben op een zeker moment een keuze moeten maken, 4 jaar geleden ongeveer. Bijvoorbeeld hoe dat we een klas gingen uitrusten. En we hebben dan echt gekozen voor moderne digitale borden, die op dat ogenblik zelfs nog niet op de markt waren. Maar we moesten die wel gaan beschrijven om zeker te zijn dat we ze achteraf zouden krijgen. Maar we hebben dus nu in 7 van onze klassen een heel interessant digitaal bord, dus te zeggen een touchscreen waar de pc ingebouwd is. En waarbij je dus van al die kabels afzijt, waarbij je van de beamer afzijt, waarbij je een fantastisch scherp beeld hebt. Het is alsof er een grote iPad aan je muur hangt. Dus we hebben zo 7 lokalen die zo uitgerust zijn en we hebben die eigenlijk toegewezen aan leerkrachten waarvan we zeker weten dat ze het onderste uit kan halen van die digitale borden. Het zou jammer zijn moesten we zo'n bord alleen maar gebruiken als een projectiescherm en verder niks. Dan kan dat evengoed op een witte muur gebeuren.